vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn op zoek geweest bij... Op zoek geweest. We zijn op... Naar een lang lost friend. Ja. Nee, we zijn op bezoek geweest bij Christian. Mijn oude huisgenoot. En we hebben er niet gevlogd. Omdat we gewoon veel te veel hadden om bij te kletsen. En we zijn inmiddels 2 uur verder. En drie of vier verder. Heerlijk geluncht. En nu gaan we weer naar huis. Maar we beloven jullie de volgende keer om, of hij nou wil of niet, Christian er ook gewoon gezellig op te zitten. Ja, en zijn vriendinnetje. En zijn vriendinnetje. En hij woont gewoon naast het PSV-stadion. Ja. Hij kijkt gewoon vanaf zijn buis, kon hij zo naar binnen kijken. Hoe fucking vet is dat? Gewoon gratis. Dus was top. Ik weet alleen niet. Heb jij sleutels? Oh nee, ik heb sleutels. Grapje! Dus we gaan weer richting huis. Naar Eindhoven, de gekste! Wonder boven wonder, we hebben het gehaald. Ik ben gewoon op tijd. Nog 4 minuutjes. En dan is de grote opening van Coolblue. Even kijken of de massa hysterie er voor de deur staat. Kom je mee? Hoe geweldig ben jij? Nou, net als je denkt dat het gewoon niet geweldiger kan, doe je weer zoiets. I'm so lucky. Ik moet haasten. Ik ben net klaar met werk en ik heb een optreden in Mingelmush. En dan moet ik om 6 uur zijn, dus om 5:30 de tram. Dus haasten! Natuurlijk ook geen echt tijd om eten te maken. En ik zie dat Sergio nog een pannenkoekje heeft staan. Dus ik kom maar even tussendoor. Gewoon heel smakelijk, hè? Zo. Sorry. Onderweg naar de tram. Sodomieten me omgekleed, make-upje gedaan. Outfit of the day. Hopelijk rijdt hij niet voor mijn neus weg. Deze hakken kan ik niet zo hard rennen. Excuus voor de ongemak.
ben onderweg naar Centraal Station. Daar tegenover zit Mingelmus. En Sergio was zo lief om al mijn spulletjes alvast mee te nemen, want die werkt aan de overkant. Dus die zet alles voor me klaar, zodat we gelijk kunnen beginnen. Dat is wel heel chill. Ik heb alleen nog steeds een fucking kort slip. Voor ik het weet heeft hij een eigen mening dadelijk. Maar het is dus nog de vraag of ik, zo wel trompet kan spelen. Dus dat zien we dadelijk wel.